Windows 10 kent zeer veel instellingen die verspreid kunnen zijn over het configuratiescherm en de apps-instellingen. God-mode biedt ervoor de uitkomst. Hierna wordt uitgelegd hoe je dit kan doen. Ga naar het bureaublad op een vrije plaats en klik erop met rechtermuisknop. Ga naar Nieuw, naar Map en waar hier staat Nieuwe Map moet u de volgende tekst kopiëren. Kopieer de tekst CTRL-C, klik hierop, naam wijzigen, CTRL-V om te plakken en u ziet dat God-mode verschijnt. Voor alle duidelijkheid, vergeet niet de punt mee te kopiëren, ook de aanhalingstekens. Dit is een 0 en dit is een 0 en ook dit is een 0. Dubbelklik nu op de map God-mode. En u ziet dat de geavanceerde opties en tools van Windows 10 verschijnen per thema en bovendien alfabetisch gerangschikt. U zal zien dat het er heel wat zijn, allemaal samengebundeld op één bladzijde. Op die manier kan je veel gemakkelijker de verschillende opties veranderen zonder te veel en te diep in Windows 10 te moeten zoeken.